Dit is een instructiefilm gemaakt door de vriendenclub DSTT over het doorsmeren van de voordraagarmen van een Citroën DS. De voordraagarmen van een Citroën DS die zijn voor het leven gesmeerd. Bij montage is daar vet in gedaan en dat moet de hele levensduur van de auto meegaan. Omdat wij onze DS veel langer gebruiken dan oorspronkelijk bedoeld was, lopen we het risico dat het vet van die draagarmen langzamerhand uitgedroogd is geraakt. En daarom is het een goede zaak om opnieuw te smeren. Dit gaan we doen door een paar gaatjes te boren in het draagarmlagerhuis. Daar door die gaatjes olie naar binnen te spuiten en daarna die gaatjes gewoon weer dicht te doen. Het draagarmlagerhuis van DS is van aluminium. Daarom hebben we geen risico dat er schadelijke metaalsplinters in het lager komen. Want aluminium is zo zacht dat als er een paar splintertjes tussen het lager komen, dat die gewoon platgedrukt worden en we daar geen last van hebben. Dus het hoeft niet zo secuur te gebeuren als bijvoorbeeld in het andere instructiefilmpje wat wij gemaakt hebben over het doorsmeren van het voorwielager van de DS. Het is zo dat bij de draagarmlagers de keringen die aan allebei de kanten zitten over het algemeen nog hermetisch sluiten, omdat de draagarm maar een hele kleine excursie maakt. Dat maakt dat je er niet straffeloos één gaatje kan boren en daardoorheen vet kan spuiten. Want dan zou er druk opgebouwd worden in het draagarmlagerhuis en dan pers je daarmee die keringen eruit. Daarom moeten we hier twee gaatjes boren. Eentje om smeermiddel naar binnen te brengen en één gaatje ter ontluchting. Ook omdat we niet echt bij het lager zelf in de buurt kunnen komen, doe ik het niet met smeervet het weer smeren, maar doe ik het met versnellingsbakolie. Dat is een lekkere, dikke, stroperige olie en die loopt vanzelf naar die lagers toe. En omdat die kleverig is, hecht die ook mooi aan de lagers. We hoeven niet bang te zijn dat die olie er weer uit gaat lopen, want die keringen die zijn gewoon nog dicht. Ik heb het nou al bij meerdere auto's gedaan en ook vele mensen hebben dit al gedaan. En eigenlijk heb je daar nooit essentiële olielekkages van. En nu ga ik het op dit model in de praktijk laten zien. Ik gebruik dit model omdat het bij mijn auto allemaal al gebeurd is. En dit op zich een mooi model is wat ik gebouwd heb voor de cursus hydrauliek. Je kan het gewoon aan de auto doen. Voor deze reparatie moet wel het spatbord eraf gehaald worden en moet dat beschermplaatje wat hier zit eraf gehaald worden. En dan kunnen we pas hier bij dat draagarmlagerhuis komen. Ik ga nu met de centerpunt twee putjes slaan om straks te gaan boren. Het is niet echt kritisch waar ik dat doe. Ik moet het hier in dit smalle deel doen, want hier zit het lager en daar zit het lager. Daar moet ik niet komen, dus hier in dat smalle deel. En één punt gebruik ik om een gat te boren om te vullen en de andere als ontluchtingspunt. En handig is om het een beetje boven de middenlijn te doen en gewoon op een plek dat je denkt van nou, zo kan ik er makkelijk bij om te boren. Dit vind ik wel een prettig plekje. 1 en 2. Dan ga ik met een 4 mm boor, ga ik daar twee gaatjes in boren. Boormachine erbij. En dan ga ik boren. Op zich is dit dus niet echt kritisch. Want ik hoef niet bang te zijn dat er spaantjes naar binnen gaan, dat aluminium kan geen kwaad. Zo, dat is 1.
Eerst erdoor, dat is 2. Dan moet ik een oliespuitje pakken, gevuld met versnellingsbakolie. He, liever geen motorolie, maar dus versnellingsbakolie, omdat die dikker en kleveriger is. Hier is het spuitje en dan vul ik gewoon door dit gaatje, vul ik hem helemaal. En eigenlijk vul ik hem zover, totdat er in het andere gaatje het eruit komt zetten. Nou, ben ik wel een tijdje mee bezig. En op een gegeven ogenblik is het dan genoeg. Nu is die gewoon mooi voorzien van nieuw vet. Nou moeten die twee gaatjes natuurlijk nog dicht. Ja, als je dat netjes wil doen, dan tap je daar gewoon eventjes het draad in. Ik heb met 4 mm geboord, dus dan kan ik er 5 mm draad in tappen en een M5 boutje indraaien. Ik ben vaak een beetje lui en dan doe ik er gewoon 2 4 mm popnageltjes in, want ook dit is nu voor de volgende 40 jaar wel weer in orde. Dat laat ik nu even niet zien. Ja, nou is boven is klaar. Nou moeten we hetzelfde gewoon onder ook doen. Dit is de onderdraagarm. Die moeten we ook van nieuw vet voorzien. Hier zit het ene lager. Daar zit het andere lager. En daartussen moeten we 2 gaatjes boren. Dit is hier iets lastiger, want we hebben wat minder ruimte. Maar het is niet echt kritisch waar we het doen. Als het maar zo is dat je gewoon lekker kan werken. Dus ik zou hier een gaatje boren. En hier een gaatje boren. He, 2 centerpuntjes. 2 gaatjes boren. Door 1 van de 2 gaatjes met het oliespuitje hem helemaal afvullen. En daarna die 2 gaatjes weer dicht maken, of met een popnageltje, of als je het netter wil doen met een M5 boutje nadat je daar draad in getapt hebt. Dit was een filmpje gemaakt door DS Technisch Team over het opnieuw smeren van de voordraagarmen van een DS. Dank u wel voor het kijken.